Ik ga een wortelgerecht maken met schapenkaas. Wat ik nu eerst ga doen, ik ga die wortels niet schillen met de dunschiller, maar ik heb hier een schone spons. En dan ga ik die wortels schoon wrijven, omdat ik zoveel mogelijk van die wortel wil hebben. En als ik hem ga dunschillen, dan gaat er zoveel vanaf. Zoals je kan zien, zit er nu al gelijk duidelijk een verschil in. En dan heb je zo min mogelijk verlies van de wortel, puur dat hij gewoon mooi schoon is. En dat willen we hebben juist. We zijn altijd heel rijk met vis en vlees en dikke saus. En dit is iets heel anders. Dit is gewoon een heel fris vegetarisch gerechtje. En ik vind dat eigenlijk als vegetariër, dan moet je toch ook een beetje verwend worden. Ik heb hier een wortel, die heb ik gegaard in de oven. In een vacuümzak op 85 graden. Met wortelsap zelf en boter. Niet te moeilijk. En dan daarna doe ik ze in de oven. Doe ik ze roosteren. En elke 10 minuten met het roosterproces doe ik ze insmeren met geclarifieerde boter. Dat is boter waar het eiwit zeg maar uit is gehaald. En daarna, als die uit de oven is, dan doe ik hem nog één keer afbranden met de gasbrander. Zodat je een beetje zo echt die goede brandsmaak er ook nog aan krijgt. Dus dan heb je een mooie brandsmaak, roostersmaak en nog een keer het vettige van de boter erbij. Omdat ja, als vegetariër moet je toch ook wel een beetje vatsig kunnen eten. In plaats van alleen maar een hapje groente of een gepocheerd ei. We gaan nu de bordjes langzaam opmaken. Wortelcrème die maak ik met wortels. Gele wortel is het. Nou, zoals je ziet, ziet het er al best wel een soort van als een feestje uit. Heb ik hier witte wijnvinaigrette. Altijd even schudden, want je ziet dat er zit nu een soort van schift in. Die wil je eruit hebben. Maken we deze aan, de wortels. Ik heb expres een beetje een harde brokkelkaas gepakt. Je hebt schapenkazen die echt, als je dat eet, dat het echt zo een hap snot is. Dat vind ik echt zo vies. Dus dan pakken we gewoon lekker een mooi hard kaasje. Dan kou je tenminste ook nog ergens op. Dan heb je nog een beetje een bijt. Dan heb ik hier een klein beetje yuzu gel. In plaats van de yuzu gel kan je ook citroenjam kopen of limoenjam. Gooi je dat in de blender, gooi je dat in een spuitzakje en dan kan je daar ook weer allemaal mooie dotjes mee zetten. Heb ik hier amandeltjes. Een heel klein beetje geroosterd alleen. Heb ik een paar viooltjes, puur voor het aankleden. Hier heb ik Oost-Indisch kerstblad. Dat is wel super lekker, want het is een klein beetje spicy. Nu heb ik hier, komt een power shot in. In de shot zit venkel, bataat. Wortel. En ik heb de gember schuim gemaakt met ginger ale. En dat doen we dan erbovenop. Dan heb ik bevroren mierikswortel. Want dan kan je die het mooist raspen. En ja, dat is gewoon even net dat extra. Dus geef je net een andere dimensie. Dat je even ineens een boost. Eigenlijk zeggen we altijd gewoon een klap voor je bek krijg je gewoon. Dat is super lekker.